Nou herken ik je van 12 jaar geleden. Ja? Of ik weet niet hoe lang geleden, dat je dat, die blik. Ik ben Marie-Jaan van Heuvel tot Westervlier en ik ben kunstfotograaf. Dat is een heel geleidelijk proces eigenlijk, heel geleidelijk gegaan. Ik ben begonnen met een kleinbeeldcamera en ik ben begonnen met een filmcamera. Een Super 8 filmcamera. En als ik dat terugkijk, en die monteerde ik zelf, die films, maakte documentaires, dan zie ik in die films al de liefde voor de schoonheid van het licht. En dat komt nu terug in mijn fotografie. Dus dat heb ik eigenlijk altijd in me gehad. In 2006 had ik mijn eerste tentoonstelling in Museum van Loon. Met een serie zwart-wit over Amsterdam in de winter. Amsterdamse wintergezichten. En het was analoog nog. Nou, dit is de Hasselblad-camera. Behoorlijk zwaar. Echt zwaar. En ja, daar fotografeer ik nu al, ik denk 25 jaar mee. En daar ben ik zo aan gehecht. Alleen al de naam en dit embleem is al, maakt je al enthousiast en zin om mee te werken. Maar hij is zo ambachtelijk. Het bestaat uit 3 delen. De lenzen, de body en de achterwand. Hier zit de rolfilm in. En ja, alles is logisch. En moet je vooral niet vergeten hoe het werkt. Ik ga even kijken of het de goede lens is. Het is Carl Zeiss lens. Ja, dat is de 150. Die heb ik nodig. Ja. Zo, dan heb ik de 3200. Die moet ik nu hebben. Nou, dit is de Wolf. Ik schiet analoog omdat ik daarmee opgeleid ben, opgegroeid ben. En het zijn maar 12 opnamen. En dat maakt dat ik me ongelooflijk moet concentreren. En ik moet het hebben van die 12 opnamen. En dat werkt eigenlijk. Bij mijn manier van fotograferen. Een enorm kijken en intuïtie werken. En dit heeft ook iets heel bijzonders om zo op een ambachtelijke manier die film erin te zetten. Hij moet wel pakken. Ja, dat is altijd het punt. Ik heb voor de Hasselblad gekozen, eigenlijk niet direct gekozen. Ik had de kans om in contact te komen met de voormalig directeur Hasselblad Nederland, Rob Vroom. En die wist dat ik met een groter formaat wilde werken. En kijk, nou zit hij niet goed. Want ik werkte op kleinbeeld en ik wilde een groter formaat. En toen kreeg ik van hem de kans om een Hasselblad te lenen. Dus hij heeft me dat in een middag verteld hoe dat moest, uitgelegd. En toen begon ik meteen mijn vader van in de 80 te fotograferen, zijn handen. En ik vond het zo fantastisch. Ja, nou pakt hij. En dan zie ik hier, ik moet zo goed oppassen dat hij echt doorloopt. Want anders fotografeer je zonder dat je foto's neemt. Zwart-wit, omdat ik... Ik vond dat toen eigenlijk al heel mooi. Ik wilde toen heel veel in zwart-wit doen. Die rolletjes moesten ontwikkeld worden. Ja, ik vond dat er ging een schoonheid vanuit en een tijdloosheid. Ik heb altijd het tijdloze gezocht. Dus, niet het anno 2019, maar dat je even niet weet wanneer is die foto genomen. Dat intrigeert me eigenlijk. Een soort verbintenis door de tijden heen. Ik heb natuurlijk op mijn opleiding ook geleerd om met series te werken of reportagefotografie, maar
het dwingt je om met één onderwerp bezig te gaan. En uiteindelijk ontstaat er dan ook een serie. Dus Amsterdamse wintergezichten. En daarna ben ik interieurs gaan fotograferen. 3 prachtige grachtenhuizen in Amsterdam. Het is een boek geworden, Verborgen Schoonheid. En ja, dat was eigenlijk ook een serie. Nou, dit is dus de ruimte waar ik altijd mijn foto's maak. Met portretten en de stillevens. Het is heel eenvoudig. Ik ben alleen met het model. En het licht dat verandert elk moment. En ja, straks zullen we zien dat ik ook ga bewegen met de camera. En ja, je doet het samen met het model. En het ontstaat. Het is altijd heel spannend. Het is voor mij ook heel spannend voordat ik begin. En ik zie meteen aan het model of ze zich op hun gemak voelt of niet. Hij of zij. Het model wat ik zo ga fotograferen is Anne Nijs. Een biologe. Prachtig meisje, jonge vrouw. En ik heb haar al vele jaren geleden gefotografeerd. Als allereerste in de White Blouse in 2004. Zij staat ook in het boek. Dus het is heel spannend om haar nu, na zoveel jaren, weer in de White Blouse te fotograferen. Kijk Anne, dan, hier is het blouseje wat jij dadelijk aan gaat doen. Het is heel fragiel, dus dan moet je ook hier even kijken of het past. En we moeten even kijken wat je eronder hebt. Ja. Dus ik ben benieuwd. Dan ga maar je gang. Ja. Ja, en dan laat ik haar nu even alleen. En dan kan ze even in alle rust het blouseje aandoen. En ja, ze even veilig voelen. En dan dadelijk in de spiegel kijken. En dan is er genoeg vertrouwen om te beginnen. Toen ik de allereerste foto nam van een meisje van 22 met die white blouse, al in 2004, had ik geen idee dat dat een serie zou worden. Ik had die blouse van mijn oud-tante, een antieke blouse uit rond 1912. En ik ben toen op het idee gekomen om haar daarin te fotograferen. En pas in 2011 heb ik dat idee weer opgepakt en toen raakte ik enthousiast. En toen ben ik daar steeds meer vrouwen en meisjes in gaan fotograferen. Aanvankelijk heette de serie Girls in White Blouse. Dus alleen maar meisjes. En toen wilde ik mijn grenzen verleggen. En toen heb ik ook kinderen gefotografeerd. De jongste is 6 jaar. En de oudste is 100. En een belangrijk moment ook was dat ik ook mannen ging fotograferen. Dus ik weet nog heel goed dat de eerste man boven kwam, die durfde ik niet eens te vragen. Van, wilt u een blouseje aan uit 1912? Maar die jonge Martin Wieminga, die had ik ontmoet op de boekpresentatie van Verborgen Schoonheid in Huis van Brienen. En hij wilde wel poseren. Hij had nog nooit geposeerd. Hij was heel schuchter. En toen vroeg ik hem ook nog om zijn bovenlijf te ontbloten. Ja, dat zijn eigenlijk hele ontroerende foto's geworden die ook in het boek staan. Ik krijg best een kort blouseje ook. Of waar ze... Ik denk dat ze hele hoge rokken hadden. Ja, het is eigenlijk zo simpel mogelijk, want ik heb geen mensen om me heen. Ik heb geen make-up artists, lichtmensen. Ik werk niet met lampen, dus ik moet het hebben van het beschikbare licht. En ik wil alleen zijn met het model. Als er een kind komt, dan zijn daar ouders bij, maar die wil ik niet in de kamer. Dat is uit ervaring dat niet werkt. Dat beter is dat ik met ze alleen ben, want er moet iets ontstaan en je doet het samen. En heel simpel, met een achtergrondscherm. Een antiek stoeltje. En het licht. En ik heb altijd dezelfde muziek die ik draai. Van Philip Glass. En dat brengt me in een opperste concentratie. En het model raakt ook ontspannen. En vergeet op een bepaald moment dat het aan het poseren is. En ik vind als je
een foto ziet met dat beschikbare licht, het komt eigenlijk, het ontroert ook. Ik kan daar niet goed woorden voor vinden. Is dit bandje je bewust of niet? Nou, dat doe ik even omdat ik dan verder zo kan. Okay. Maar het is maar steeds zoeken. Ja. Ik heb geen idee. Dus we gaan naar deze kant. Nee, dat is wel beter. Oh, dit is ook mooi wat ik zie. Ja. Wat schattig, dat nekje. Ja, wat schattig. Met die haartjes. Schattig. Ja, aanvankelijk deed ik 2 analoge rollen. En op 1 rol zitten 12 opnamen. En daar ben ik op een gegeven moment van afgestapt. Want ik merkte dat de concentratie verminderde als het te lang duurt. Vooral voor het model als voor mij. En toen heb ik mezelf opgelegd, ik moet het in 12 opnamen doen. En dan ben je ook nog wel 3 kwartier bezig. Maar en steeds heel erg kijken naar het beeld wat je ziet. Of het je raakt, of het mooi is of niet. En steeds zoeken. Even kijken. Ietsje je hoofd nog zakken. Zo, ja. Ja. Dus het is niet een heleboel foto's maken van 1 moment, maar steeds een ander beeld creëren eigenlijk. Ja. Oh ja, dit, ja. Ja, nou herken ik je van 12 jaar geleden. Ja? Of ik weet niet hoe lang geleden, dat je dat, die blik. Oh ja, die, dat is al bijna. Ja, in The White Blouse is het dus, ja, het, de stilte. De ziel, dat klinkt zo. Het, als het mij raakt, dat soms, ik kijk dan met zo'n loepje, kijk ik. En dan zie ik ineens zoiets moois, dat ik zelf soms even geëmotioneerd raak. En een ander moment is het er helemaal niet. En dan ben ik aan het zoeken en dan pak ik het niet. En bij sommige mensen kan het lang duren voordat ik het pak. Wat? En als ik zelf dat moment heel erg mooi vond, dan blijkt later op het contactvel dat het klopt. Als je zo door die loop kijkt, dan zit je eigenlijk in zo'n kleine wereld. Het is zo magisch wat je dan ziet. Dat is werkelijk prachtig. 1 foto raakt mij eigenlijk nog steeds. Daar blijf je naar kijken. En dat is van de eerste solist van Nationale Ballet, Young Kyu Choi. Dat is een Zuid-Koreaan. Het was een ongelooflijk mooie sessie. Zo puur. En zo, ja, zo natuurlijk en eenvoudig. En op een gegeven moment had een ontbloot bovenlijf. En pakte hij in een fractie van een seconde de blouse en deed hem zo over zijn hoofd. En dat duurde maar heel even en daar heb ik een foto van gemaakt. Je ziet de schaduw van zijn hand als licht door dat blouseje heen. Zijn arm hangt en ja, iemand zei, het lijkt een treurende Madonna. Ik was dus al heel lang bezig met deze serie en ik wist, dat moet een boek van komen en een tentoonstelling. Dus dat zei ik ook steeds tegen de modellen. En op een gegeven moment kwam ik Titus Aliens tegen en die kende de directeur van het Singer Museum. En dan krijg je ook niet zomaar een gesprek. Dus dat was wel eventjes. Nou, ik moest hem toch zien te overtuigen. Maar dat was een fantastisch eerste gesprek. En hij zag meteen een link met het antieke blouseje en een pas ontdekt schilderij van Whistler. Een Amerikaanse schilder, een schilderij uit 1870, Symphony in White, Girl in Muslin Dress. En dat is het eerste contact geweest. En daarna waren ze razend enthousiast.